Fucking fella hot. Man, the bitch ass motherfucker still hot. The American is a nap. But that's a girl. Say, we're gonna do it. Huh? Amerikaanse leger is nep. Ja. Hoe komen bij ons trainen? Yes. Ze hebben het niveau niet aan. Oké, okay, dat is die. Ze zeggen, hey, no man. Ze zeggen, hey, jullie zijn gek. Kijk, dat is die definition van World War 3. Waarom? Russen gaan naar Amerika. Als ze daar de mensen schieten, want die Amerikanen gaan hun eigen mensen niet willen schieten. Wanneer die World War, voordat die Martial, wanneer die Martial Law komt, in die rassenoorlog, dan gaan die motherfuckers. Die hoort het ook alweer, die Arabieren, die Russen, sturen om die Amerikanen te killen. Zo gaat die World War 3 komen in die nucleaire oorlog. Yes. Russen, Australiërs, dat waren de grootste motherfuckers daar, hè. Ja. Maar dat past, hè. Ja. Maar Russen zit ook in de pijn. Dit gaat met Amerika gebeuren. Maar als van Amerika. Ja. Straks. Dit gaat met Amerika gebeuren en Israël ook. En dan gaan onze mensen, je kan het geloven of niet, maar zelf in de boeken, door de hele Bijbel wordt dit beschreven als de chariots of Israël. Spaceships. Aliens. Maar dat is op een keer. Nee. Het zijn aliens. Het zijn angels. Kijk, die slaven hadden een legion. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Across the river Jordan, I see a band of angels. Why is the river Jordan? This is my end of the hele wereld. The river Jordan is in Israel. Daar ga ik je die super logica geven. Right? Jawel, ze zijn wel Hebreeuw. Israelites zijn Hebreeuw. Maar jullie zijn Hebreeuw. Ja, want wij zijn Israël, maar dat is een Hebreeuw. Als een godvader een black man is, dan is hij ook een Hebreeuw. Maar zoals we zeggen, dit gaat niet om kleur. Maar zoals we zeggen, Leonardo DiCaprio, hij lijkt op een white woman, maar hij is het niet. Ik was een keer best wel naar Praag geweest en ik ging al die aanlezen. Dat moet je niet doen. En nummerologie en zo, en ze kunnen doen en zo. Maar zelf had ik zei, mijn vader is Nederland, moeder is Nederland. Ik zei, ja, je hebt Indische bloed en zo. Indiaanse broek en zo. Jawel. Je kan het ook een beetje aan je zien en zo. Misschien. Je moet niet vergeten, die Indianen kunnen altijd hun vrouw geven. Want die Indianen waren peaceful. Ze geloven, ze hebben 300 peaceful mensen, maar Benny White man. Hij heeft allemaal gebroken. Ja? Hij is allemaal gebroken. Wat deden hun? Die Indianen maken hun vrouwen altijd. Alles peace treatings en zo. En dan soms heeft hij met de mannen een paar vrouwen. En dat en dat. En de Sicilians, ze lijken gewoon. Je bent gewoon. Jullie haten blanken. Nou, wij haten eigenlijk alle rassen die ons in slavernij hebben gehad, en dat betekent alle rassen. Alle rassen? Ja. Waarom de Most High haat ze, dat staat hier in de Bijbel. Waarom? Dat ze zijn boze. Tuurlijk niet. Laat me. Het is nog steeds, girl. Je kan het niet loslaten, maar nog steeds. Werken. Oké, klaar. Als je werkt, dan weet je het zelf. Nee, maar ik werk niet voor hun. Voor je werk, joh. Voor het geld, voor het geld. Maar voor iedereen, voor die hier komt. Wacht. Je werkt, toch? Oké, je werkt niet voor hun. Maar je werkt voor het geld. Je gaat voor hen. Het geld is voor hun. Het is van hun. Van, ja, je werkt, je krijgt geld, toch? En je geeft het ook weer aan hun. Nee. Oh, wie geeft het? Aan hun? Ik steek het in de dingen die ik verkoop. Dus dat betekent aan hun? Want hun hebben heel veel dingen aan jou. Jij zegt toch vergeven, toch? Ik kan niks zeggen. Ik heb wel wat ik wil. Dit is wat de Bijbel zegt. Maar als je niet werkt, goed weet. 2 Thessalonians, chapter 1, verse 6. Seeing it is a righteous thing with God to recompense tribulation to them that trouble you. And to you who are troubled, rest with us. When the Lord Yahweh Shai shall be revealed from heaven with his mighty angels. God of Bakhtar. I'm a bit lazy, Seeing it is a righteous thing with God to recompense tribulation to them that trouble you. Seeing it is a rechtvaardig iets om een payback te zoeken naar hun die jou troubelen. Ik vind, dit is niet wat jij vindt, dit is wat de Bijbel zegt. Ik luister naar
kunnen zij bepaalde dingen bij jou triggeren. Maar bij mij boeit het gewoon. Je moet haten. Je kan niet iedereen denken. Sowieso, je kan nooit al het water in de emmer houden, want je gaat lopen en het gaat zwammen, dat gaat vallen. Dus dat zijn de andere nations voor de Most High. Een druppel. Maar dat staat hier. Oké, dat geloof ik niet in de Bijbel. Ik geloof wel in de Bijbel, maar de Bijbel kan mij niks uitleggen. Weet je waarom? Als ik zie van bijvoorbeeld, de Bijbel is af en toe een sprookje voor mij. Het is een boek van Bijbel statues en de Bijbel zegt bijvoorbeeld Adam en Eva waren eerste persoon. Dat kan niet. Law statues, ja. De Bijbel is een boek van law statues en commandments en history. Maar hoe de Bijbel begint, vind ik aan een sprookje. Als een sprookje. Als we leven zo perfect gaat lopen en zo. Nee, Adam en Eva waren de eerste mensen. Dat staat niet. Het waren de Bijbel. Hier staat dat dit nee. Was er niet Genesis, dat waren niet de eerste mensen op de aarde. In het begin is het geen stief de hemel en de aarde. Genesis? Dat moet snel voor je lezen. The book of Genesis, chapter 1 verse 19. In the evening of the morning was the fourth day. Want de aarde is vandaag in 7 dagen. Dat is 7000 jaar. Eén dag in the Most High Kingdom, the spiritual realm. Fourth dimension, kan je zeggen. Is hier zo 1000 jaar. Eén dag bij hem is 1000 jaar hier zo. Oké. Genesis chapter 1 verse 19. In the evening and the morning were the fourth day. And the Lord said, let the waters bring forth abundantly the moving creatures that have life, and the fowls may fly above the earth in the open firmament of the heaven. Wat is dat? Dat betekent de moving creatures, want mijn is toch een creature. Zo, mensen komen uit de earth onder het water. Hoe? Wanneer die geboren wordt, waar in bed? Oké, wanneer die water breekt, dan kom jij erin. Ja, klopt. Zonder het water, dan komt de man. Zo dat mensen zeg maar vanaf water in het lichaam hebben. Dan komt men van onder uit de dirt en door het water in. En dan komen ze naar boven en de vogels komen ook. Daaruit. Maar dan moet je geboren worden, zijn ze toch water?
Daarom, juist, maar Adam en Eva zijn gevormd van de dust of the ground, dat is natuurlijk donker. Maar die grapje, zij hebben die bread of life gekregen en die bread of life was niet Adam, want hier is zo Adam. Adam was die eerste man. Eva is een rib van Adam. Hij is een rib van Adam. Dat is geen letterlijke rib. Dat zeggen ze niet. Nee, dat staat wel hier. Dat is geen letterlijke rib. Daarom van Bijbel legt mij nooit wat uit. Nee, omdat het heel moeilijk is om te verstaan. Want die grap is, ze zeggen toch echt de appel gevind zijn. Ja. Dat appel, dat komt van 8 keer voor in de hele Bijbel. Ik heb het gegoogeld. Dan kan je zo de Bible search, het woord appel, dan komt het maar 8 keer in de Bijbel. En het begint helemaal pas bij, volgens mij, Book of Deuteronomy, begint de eerste woord appel. Dus dat betekent, 4 boeken bestaat het woord appel. Het was in het 5e boek bestaat. Dat betekent, het was helemaal geen appel. Kijk, dat is die grap. Die white man, hij kwam met tekenfilm. Kijk, ze zeggen toch, zien is believe. Hij kwam met sprookjes. Maar de Bijbel niet, want ik kan je hier laten zien als je vergeten aan hebt bij je gevoel. De Bijbel is niet voor white. Ja? Daar, maar daar dingen is toch wilde, hoe die man wilde toch? Waarom geldt het om helpers? Waarom denk je dat Hitler alle Bijbels wil branden? Macht, nee. Bijbel meer als Hitler wil Bijbels branden omdat hij wist dat het een black man boek is. Laat me het snel voor je lezen. The Book of Leviticus, chapter 13, verse 29. If a man or woman have a plague upon the head or the beard, then the priest shall see the plague, and behold, if it be in sight deeper than the skin, deeper than the skin, and there be in it a yellow thin hair, then the priest shall pronounce him unclean. It is a dry scalp, even a leprosy upon the head or beard. Blondes have more fun. Jij moet weten, kijk, je kan onze elders gaan volgen. Op, oh, je hebt het al gegeven. Zet ik aan de printen? Ja, de websites zijn erop, de namen zijn erop van wat voor rassen we zijn. We staan maar goed in de kant. De stammen van onze mensen zijn erop. En als je de andere kant pakt, dat zijn die websites en zo waar je kan gaan. Ik heb een Daily Motions, heb ik alleen eentje. Ik heb equipment. Ze kunnen nu, die white boys hebben nu gewoon guns. Ze scannen je dwars door die hele muur heen. Ze zien je. Ze kunnen je schieten en het raakt je. Nee, het raakt. Nee, erger dan infrarood. Ze hebben nu een wapen. Jij staat hier en je ziet al die chickie met die groene legging. Motherfucker staat daar. Hij richt dat ding op je en je brandt. Je kan het op Google vinden. Je brandt. Ik bedoel Yahoo. Ik bedoel YouTube. Je brandt gewoon. Je brandt. Dat ding brandt je veld, toch? Ze hebben wapens, ze schieten je. Ze hebben ook Sonic Wave dinges. Je staat daar zo waar die vrouwen staan, de shit. Je staat daar en je oren beginnen te bloeden of je hoofd passen als het echt hard doen wordt. En als je dichtbij staat, dan schiet je uit elkaar. Want dat ding is te hard. Ze hebben wapens, ze schieten je zo bak en alleen je kleren blijven achter. Kill, ik zeg je, die dingen wat ze willen unleashen op deze aarde, dat wil ik niet dat dat in deze nation gebeurd wordt. Dat moet niet meer zijn. Ze hebben ook die invisible knop. Ja, ze hebben ook die invisible knop. Ik kan alleen hopen dat je je mind wakker wordt, weet je. Als je een Hebrew bent, dat hangt ervan af wat je vader is. Dus alleen dat zeg ik, weet je. Alle andere mensen gaan in slapen, hè. Zelf de Afrikanen. Je weet toch? Behalve de Negro's en de Indianen. Alle andere rassen gaan we gewoon in slavernij zitten. Onze Lord gaat het doen eigenlijk. Deze man die je hier zo ziet. En hij komt om een zwart te brengen.
En een zwart betekent destruction en death. Je gaat toch geen broodjes smeren met een zwart. Ja, maar dat is papa dat uit. Ja? Goed, goed. Ik ga sowieso een zoeken van jullie. Ja, maar. Check gewoon wat je weet, toch? Gewoon checken. En ik zeg je alleen, als je van je vrouw houdt, alleen jij gaat je vrouw kunnen redden. Want geen enkele. Dus je vrouw kan er zelf niet redden. Alleen als ze boven de 60 is, dan kan de moosheim misschien mercy of vertonen. Zodat ze bespaard wordt om anders een nieuwe body weer te krijgen. Zodat ze weer maagd is. En dan gaan al die andere doden van onze mensen gaan weer terugbrengen. Want je ziel gaat niet dood, alleen je body. Nee toch? Je komt steeds weer terug. Daarom heb ik gezegd voordat je weg gaat. Je hebt zeker één keer meegemaakt. Je komt iemand tegen, je hebt die persoon nooit gezien. En opeens zeg je zo, wat ik ken nog van ergens. Weet je, wie is dat? Vriendin nu toch? Nu gaat het een beetje stroef, maar dat is in iedere relatie. Ja. Maar heb ik ook bijvoorbeeld vandaag, gewoon een verzwaarde dag. Ja. Ik zit in een winkelcentrum, ik wacht. Ik zie er gewoon en ik zeg gewoon, zij is van mij. Wat heb ik gezegd? Zij is van mij. Ik heb nooit kennis gemaakt, nooit eerder gezien, niks. Misschien, weet je, ik dacht van die dag later. Misschien een paar dagen later. We gaan naar het feest, ik zie haar. Hij zegt van, hey, kijk, dit is mijn vriend Dali, blablabla. Maar kennis met de seksueel. Een dag later gaan we dit. Nu nog steeds 3 jaar later, bijna 4 jaar later. Maar je weet, als je met die vriendin gaat, gaat je money hebben. Betent jullie, eerst is het lobby, later wordt je money. Als je kinderen krijgt... Dat heb ik gezien bij deze, is het wat anders. Als je kinderen krijgt, komt fitty, waarom? Kijk, ze houden van je, maar ze heeft geld nodig in de wereld. Dus wat gaat ze doen? Ze gaat trouwen maken om die doek, om die doek. In het begin is het nog niet echt geld. Bij mij is het een hele andere vorm van orde. Bij mij was het bijvoorbeeld van het begin. Ik had geld, ik had genoeg geld. Maar expres heb ik er nooit allemaal geld laten zien. Ik doe alsof ik gewoon iets keer ben, maar het is niet van ik ben rijk. Ik zie van oké, ze gaat gewoon erin mee. Ze klaagt niet, ze zeurt niet, zulke dingen. Oké, dus, je bent goed bezig. En na zo veel duur ging ik verrassen en dan zeuren. En dan begon ze steeds meer. En die lobby was van lang begin. Zo maar dat is anders te krijgen. Het lobby is er vanaf het begin, dat zei ik. In het begin heb je geen boeken nodig. Maar aan het eind. Hallo. Oh. Ah, ik kom maar aan. Dadelijk. Maar aan het eind, dan begin je boeken te doen. Vooral wanneer je kinderen hebt. Maar dan weet je, dat ziet ze nu van die is strangen. Ik moet kinderen voelen en zo. En die man heeft geen boeken in zin. Zo gaat het. Maar in de kingdom. Weet je dit alvast? Onze mensen gaan superkracht hebben, maar dat staat er niet bij. We gaan nu een body zetten. Ja? Dus dingen zo, weet je? Samson. Ken je het vooral hem? Samson? Yes. Ah, hij mocht haar niet knippen. Maar hoe is haar dat knippen voor een vrouw? Als een krachten, wij, yes. Alles. Maar wij gaan nog sterker zijn dan Samson. Nee, hij gaat niks voor de knippen. De slagste van ons gaat net als King David zijn. Mm. En King David, hij had meer dan 20. Als je goed telt, elke battle dat hij uitging, maakt gewoon niet uit. Deze keer heeft, in schatting heeft hij ongeveer meer dan 700.000 doodgemaakt. Daarom kon hij geen tempel voor de dood maken. Want de dood zijn Johannes en Paul genoeg. Wie heeft die tempel gemaakt? Zijn zoon, King Solomon. Daarom was King Solomon de wisest king tot de dag van vandaag. Op de aarde. Hij had alle gezegd. Weet om hij ging naar hun god. Daarom, je moet niet naar hun. Ik vind van een verander mij weer ship. Ja, dat is waar. Zo zie ik het dan. Zo doe ik het dan ook. Het is nooit een vrouw dat mij achter haar aan kunnen laten lopen of dingen voor haar laten doen. Yes. Als ik dat doe, doe ik het dan mezelf met eigen wil en dan is het verdomme. Dat is goed, man. Yes. Goed. Ik hoop dat je gewoon even gewoon luistert naar wat er voor is. De hel is gewoon luisteren. Je hoeft niet, ik zeg je eerlijk, je hoeft niet alles te doen. Maar je moet alleen geloven dat de Lord een black man is en de vader een black man is. Dat is de WLC. Zo is het, toch? Shalom to the elders, GMS, double honors to the elders, GMS, and all praises go to Yahweh Bashem Yahweh Shai first and foremost, and then double honors to the elders of GMS, and shalom to the brothers that be doing the work all over the world. You know what I'm saying? Yeah, shalom. And remember, man, stay off yourself. Find a girl or something. Find a hoe. Feo. Around here is like 20 euros to get a girl.